Ik heb begrepen dat honden maar 20% van onze smaakpapillen hebben. Maar hoe kunnen ze dan goed proeven? Nou, wat het grappige is, als het maar een beetje ammoniakachtig is, ja, een beetje kadaverachtig is, een beetje die geur, en dat is een hele penetrante geur, een hele penetrante, ja, smaak, dan zijn ze zo gelukkig. En in Nederland zijn tegenwoordig ongeveer 1,5 miljoen honden. En waar ze vroeger